Een aantal mensen zal binnenkort op de betaalrol van de overheid worden geplaatst. Het gaat hierbij om mensen die eerder in dienst zijn genomen van de overheid en nog niet betaald werden. Minister Boronto Somhardjo van Binnenlandse Zaken zegt dat hiertoe is besloten nadat de online registratie heeft uitgewezen dat de mensen wel aan het werk verschijnen, maar geen loon ontvangen. Dit is ook te verifiëren aan de hand van de presentielijsten op het ministerie. Waarvan we zeker weten, die zijn goed in dienst genomen en die werken inderdaad al heel veel maanden. Dat kunnen we zien aan de presentielijsten. Dus ga je alsjeblieft door met registreren als wij jou moeten helpen. We moeten echt alles natrekken. We hebben de tijd nodig. Ik ga me niet onder druk laten zetten door de vorige regeringsmensen. Want hun hebben willens en wetens duizenden mensen in dienst genomen. Terwijl ze wisten dat ze die niet konden betalen. Terwijl ze wisten dat ze die niet konden plaatsen. Maar we zijn bezig met oplossingen. Maar ik heb dat al vaker aangegeven en ik geef even nog een keer aan, de problemen wat in 5 jaar is gemaakt, kan ik niet binnen 3 maanden oplossen. De minister ging ook in op 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Als nationalist is hij blij dat Suriname 45 jaar revidentie mag vieren. Maar hij zegt dat de algehele situatie in het land voor droefheid zorgt. Desondanks gelooft hij dat alles goed komt met Suriname. Ons land heeft vaak moeilijke periodes gehad en is uit elke moeilijke periode gekomen. En ook uit deze moeilijke periode, de periode van financiële neergang, de financiële problemen, gaan we uitkomen met de wil van de Almachtige. We zijn een veerkrachtig volk. Dat was dus minister Boronto Somhardjo van Binnenlandse Zaken. Hij geeft mee dat Suriname ook deze financiële crisis zal overwinnen.